op het moment dat de behandelingen klaar zijn, dan ben je toch beter? Ik was die sterke vrouw die die 10 ballen in de lucht hield en ineens... Helaas, u heeft borstkanker. Als mensen zeggen dat ik blij moet zijn, want de kanker is weg, dan hebben ze het niet begrepen. Natuurlijk ben ik blij dat de uitslag goed is na het eerste jaar en dat ze zeggen, ja, nu is het schoon. Maar alle ongemakken die ik erbij krijg, hoe ik nu ben. Ze kijken naar de buitenkant, want ik zie er toch goed uit. De binnenkant is één puinhoop. En je moet zoveel accepteren. Wat je niet meer kunt, of waar je gewoon last van hebt. De pijn in je benen, brand in je voeten. Reacties van mensen die je niet verwacht. Het vergeten. Concentratie. Er gebeurt zoveel. Ik las altijd heel veel. Maar eigenlijk zijn de korte verhaaltjes uit de libellen al te lang. Het allermoeilijkste vond ik dat mijn werkgever niet meedacht. Ik heb een periode 4 uurtjes per week gewerkt. En toen had ik een gesprek met de bedrijfsarts en ze zegt, binnen 2 maanden zit je hier weer voor 24 uur. En toen dacht ik, maar dat gaat veel te snel. Nee, dat was het. Het liefst, ik had die computer gepakt, ik had hem door het raam gegooid. Ik kon het niet aan, het was gewoon veel te veel. Ik heb mijn werk afgemaakt, ik ben naar huis gegaan en... ik ben niet meer teruggekeerd. Het niet luisteren naar een kankerpatiënt niet in zijn waarde laten. Dat doet zoveel met je. Als je bij de hand wordt genomen, kun je veel meer. Je moet alles zelf uitvinden. Geen idee, maar je hoofd wil ook niet. Het duurde voor mij ook een hele periode voordat ik eindelijk naar inloophuis Pisa ben gegaan. Die drempel om te bellen, want je vergeet. Ik had concentratieproblemen, geheugenproblemen. Ik vergat te bellen. En het kan zo anders. Vooral als in mijn geval, de werkgever een helpende hand had geboden. Dan was ik niet zo ontzettend depressief geworden dat ik het echt niet meer zag zitten. Stel dat ik het hele proces had terug mogen draaien. Dan had het mij heel erg geholpen als ik vanaf het begin af aan bij de hand was genomen. Dat je daadwerkelijk iemand krijgt toegewezen die zegt, kom, we gaan het samen doen. Dan denk ik, ja, dat voor mij echt heel veel gescheeld. En niet alleen mij, maar ook de hel waar de kinderen doorheen zijn gegaan, door mij.